Dames en heren, goedemorgen. In mijn inleiding vorige week bij de voordracht van Stefan Huygebaert beloofde ik een diptiek van lezingen gewijd aan Albert Baertsoen. Het tweede luik krijgt u zo meteen van René Vermeijer, professor geschiedenis aan de Universiteit Gent. René Vermeijer studeerde Romaanse filologie en geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij in 1998 zijn doctoraat behaalde op een proefschrift over oorlog en bestuur in de Habsburgse Nederlanden in de eerste helft van de 17e eeuw. Volgens het lemma dat u allen op de website van de universiteit kan terugvinden, ligt zijn belangrijkste onderzoeksinteresse in de vroegmoderne politieke en diplomatieke geschiedenis, met een speciale focus op de Lage Landen en het Spaanse Rijk in de 16e, 17e eeuw. Tegelijkertijd, verrassend, heeft hij een grote belangstelling voor de sociaal-culturele geschiedenis van rond 1900. En het is precies deze interesse die hem meer dan 5 jaar geleden bij Albert Baertsoen heeft gebracht. Een onderwerp waarin hij zich als geen ander heeft in vastgebeten. Op zijn lezing vorige week sprak Stefan terecht over de zeer gewaardeerde samenwerking die de voorbereiding van de tentoonstelling en de monografie hebben gekenmerkt. Of hoe onze drie, vaak gelijklopende, maar soms ook stevig verschillende visies, tot een symbiose hebben geleid met bijzondere resultaten tot gevolg. Een samenwerking die voor Stefan, mij en wellicht ook René, jou, meer dan voor herhaling vatbaar is. Vandaag worden we op bijzondere wijze onderhouden over de biotoop van Baertsoen. Een telg van en protagonist in de Gentse liberale vrijzinnige burgerij rond 1900. Of hoe een kunstenaar als Baertsoen op uiterst intelligente manier gebruik heeft gemaakt van het financiële, van het sociale en culturele kapitaal dat hem in de schoot werd geworpen. René, alsjeblieft. Dank u wel, Johan, voor deze vriendelijke woorden. En dank aan jullie allen voor de aanwezigheid deze ochtend voor deze lezing over de biotoop van Baertsoen. Een lezing, een activiteit waarmee we meteen ook de laatste week van het Baertsoen-gebeuren in het MSK gaan inzetten. Helaas, aan alle mooie liedjes komt een einde, dus volgende week zondag is het definitief afgelopen. Naar schatting ongeveer 3/4 van de geëxposeerde werken is afkomstig uit privécollecties. In de loop van de voorbereiding van deze tentoonstelling zijn Johan, Stefan en ik heel vaak te gast geweest bij families waar de Baertsoens al 3-4 generaties aan de muur hangt. En dat zijn dus families die rond 1900, laten we zeggen, behoorden tot die grote entourage van de familie Baertsoen. En die toen werken van Baertsoen hebben gekocht en die al die jaren heel nauwgezet zijn blijven bewaren en hebben gekoesterd en waar ze nog steeds aan de muur hangen. En het is over deze sociale groep die de context heeft gevormd waarbinnen Albert Baertsoen zich als kunstenaar heeft kunnen ontwikkelen. Het is over deze sociale groep dat ik het in deze uiteenzetting wil hebben. Ik wil deze ochtend analyseren welke de economische, sociale en culturele context is geweest waarbinnen Baertsoen zal opgroeien. Ik wil nagaan in welke mate dit zijn ontwikkeling als kunstenaar heeft bepaald, gestuurd, gemarkeerd. En ik wil ook onderzoeken hoe dat zich gaat vooruitwendigen in zijn kunst. De in zijn tijd zeer bekende kunstcriticus, literair criticus, ook Paul de Mont, die schrijft in een artikel dat hij wijdt aan Baertsoen, dat Albert Baertsoen een zondagskind is, in den volste zin van het woord. Daarmee bedoelde Paul de Mont dat
Bartoen heel veel succes kent. Hij is op dat moment echt al een autoriteit in binnen- en buitenland. In 1888 kaapt hij de gouden medaille weg op de Salon van Antwerpen. Vanaf het midden van de jaren 1890 wordt zijn werk gekocht door het op dat moment meest vooraanstaande museum voor hedendaagse kunst, Le Musée du Luxembourg in Parijs. Dus hij is in België en internationaal, hè, want het is zoals in dat liedje van Frank Sinatra, als je het in New York maakt, dan maak je het overal. Wel, als je het in Parijs maakt op dat moment, dan maak je het overal. Dus Bartoen is in de jaren 1890 een heel bekende kunstenaar, heeft dus veel succes en is dus een zondagskind. Hè. Het valt hem allemaal in de schoot, het loopt heel erg goed. En al op heel erg jonge leeftijd, hè, in 1888 is hij 22 jaar, als hij die gouden medaille krijgt. Maar de mond wijst zonder enige twijfel ook op de context waarbinnen Bartoen is kunnen opgroeien. En inderdaad, je kan de ontwikkeling van Albert Bartoen als kunstenaar niet loszien van die familiale achtergrond, want hij krijgt heel veel mogelijkheden mee. Johan heeft er daarnet naar verwezen. Hij krijgt heel wat economisch kapitaal mee. Hij krijgt heel wat sociaal kapitaal mee. Cultureel kapitaal. Ik zal dat straks nog in detail gaan toelichten. En hij behoort dus tot die hoge orangistische, kom daar straks op terug, liberale en vooral ook vrijzinnige Gentse burgerij. Dat is echt zijn leefwereld. En dan hebben we het over families zoals Pipijn, Voortman, Scribe, Story, Karels, McClaak, Lippes. Dat zijn de families waar hij op dagelijkse voet mee omgaat. Dat zijn de mensen die elkaar voortdurend zien. En het is niet toevallig dat zo'n sterke concentratie van de rijke families te vinden is in Gent. Want Bartoen werd in zijn tijd heel vaak omschreven als le peintre de Gand. En dat was dan niet alleen omdat hij uit Gent afkomstig was, maar ook omdat Gent op het einde van die 19e eeuw echt wel iets betekent. Laat ons niet vergeten dat in die tijd België de tweede industriële natie is ter wereld. En Gent was een van die grote industriële centra van België, samen met Luik, met Charleroi. En dus, in Gent is er ja, heel wat welstand te vinden, heel wat kennis en kunde te vinden. Er is een afzetmarkt voor kunstenaars en er is dus een hele grote, veelsoortige culturele activiteit in Gent. Dus Gent is niet alleen gewoon een stad, een toponie, maar dat staat ook voor een achtergrond waar de kunst zich kan ontwikkelen. Het is een beetje zoals in de Bourgondische Nederlanden. Hè. Als je Van Eyck hebt en anderen in die vroege 15e eeuw in de Lage Landen, dat heeft dan ook wel een reden. Hè. Dat is wat men heeft genoemd de creative society, hè, waar kennis, kunde, geld enzovoort aanwezig is, zoals dat het geval was in die Bourgondische Nederlanden van de 15e eeuw, zoals dat het geval is in het Gent van het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. En dat is de context waarbinnen Bartoen zal opgroeien. Laat me eventjes stilstaan bij de stamboom. Vereenvoudigd, maar het is van belang. De ouders van Albert Bartoen zijn Alfred Bartoen en Wilhelmine Morel. Dat zijn een zoon en een dochter uit traditionele katoenfamilies. Alfreds vader Pierre Bartoen is in het begin van de 19e eeuw een van de erkende katoenbaronnen van Gent. De ouders van Wilhelmine Morel, Eugène Morel en Fanny Lavino, dat zijn medeoprichters van Lalice. Ik kom daar straks nog op terug. Dat is een fenomenaal groot bedrijf. Dus dat is, laten we zeggen, een huwelijk binnen de eigen sociale groep, om op die manier ja, natuurlijk kapitaal te kunnen bij elkaar houden, maar ook bedrijfservaring te kunnen in eigen midden houden. Dus dat is niet toevallig dat die figuren uit die sociale groep met elkaar gaan huwen. Uit dat huwelijk komen drie kinderen, Albert, Marthe en Suzanne Bartoen. De families Morel, Bartoen, Buysse, McClaak, Scribe, Callier, die zijn allemaal verwant met huwelijken. Als je die genealogie zou uitbreiden, dan zie je die namen her en der
opduiken. Dus dat is een groep die elkaar niet alleen kent, maar ook zullen de zonen en dochters met elkaar trouwen om allerlei redenen. Maar in dit geval zeker ook wel industriële redenen. Het is het centraliseren, bij elkaar houden van bedrijfseconomische kennis, kapitaal, relaties ook, markten, cliënten. Dat speelt allemaal een heel erg belangrijke rol. Ik ga straks nog een woordje zeggen over de partners van Albert Bartsoen, Berthe de Stange en Claire Nugent, respectievelijk afkomstig uit Brussel en uit Luik. Dat zijn de ouders. En dat is echt een powerkoppel in Gent. Hij zowel als zij. Dat zijn twee vooraanstaande families en beide spelen een vooraanstaande rol. En het is echt niet de dienende vrouw. De vrouw in het gezin Bartsoen Morel is echt wel een mater familias. Dat blijkt uit tal van bronnen. Welstand, die eerste vorm van kapitaal, economisch kapitaal. Laten we dat eens bekijken. Dat is het bedrijf Bartsoen Buyssen. Om het eventjes te situeren, ongeveer hier is Dampoort Station. Dat is hier de Heidenslaan en de Kasteellaan, hier de Nijverheidsstraat en hier de Dendermondse Steenweg. Dat is een site van verschillende hectaren met een bedrijf dat er echt uitziet zoals op deze tekening wordt weergegeven. Dat is geen fictie. Als je de foto's uit de tijd bekijkt, dan blijkt dat dat inderdaad zo groot was. Bovendien, dit gebouw bestaat nog altijd. Als je op de site... Er is nu een stadsvernieuwingsproject aan de gang. Men is daar allerlei woningen aan het bouwen. Maar als je de site binnengaat, en je kan dat langs hier doen, en dan ga je doorheen een poortje, en boven dat poortje ga je nog zien Etablissement Bartsoen Buyssen. Het staat daar nog op. Dus je gaat zo de omvang van de site kunnen ontdekken. Dus dat is een heel groot bedrijf. Dat bovendien nog onderafdelingen heeft in Waarschoot, in Aardooi en elders. In totaal werken in Bartsoen Buyssen 1300, 1500 mensen. Dat is echt wel een groot bedrijf. Niet het grootste van de stad. Er zijn bedrijven die nog wel een categorie hoger spelen, maar het is een heel stevige middenmotor. Dat is Lalys, vlaspinnerij Lalys, waarvan de ouders van Wilhelmine Morel, de moeder van Albert Bartsoen, medeoprichters zijn. Dan zitten we aan de nieuwe wandeling vandaag, dat is de Groene Vallei. En dat is op het einde van de 19e eeuw echt wel een van de grootste bedrijven van Gent. Het is ook het eerste bedrijf dat volledig wordt geëlektrificeerd en waar op donkere dagen het licht kan worden aangestoken. En dat brengt een verkoper van postkaartjes zelfs tot de idee van dat op een postkaart te zetten. Zo bijzonder is dat. Dus dat was een heel modern, goed uitgebouwd bedrijf. Dat eventjes om te schetsen in welke omgeving, industriële omgeving, we ons bevinden. Nu, ik zei daarnet economisch kapitaal, maar wat betekent dat nu? Wel, dankzij de erfenisaangifte van Alfred Bartsoen, wanneer die sterft in 1904, waar wordt aan toegevoegd de verklaring van de bezittingen van zijn weduwe Wilhelmine Morel, dan zien we dat dat bezit eigenlijk voor het grootste deel bestaat uit aandelen. Ongeveer 60% van het hele bezit bestaat uit aandelen. Dan gaat dat over uiteraard de helft van het bedrijf Buyssen Bartsoen. Bartsoen Buyssen. Dat zijn twee evenwaardige partners. En ze hadden op het moment dat het bedrijf wordt omgevormd in 1899 tot een société anoniem, hadden ze elk de helft van de aandelen. Bartsoen heeft natuurlijk ook aandelen van Lalys, van zijn schoonfamilie. Hij heeft aandelen van Lalijve, de Lieve, ook een heel groot textielbedrijf. Hij heeft ook belangen in de suikerraffinaderij. En dan zitten we bij de familie Lippens, dan zitten we bij de familie Meklaak. Hij bezit een flink deel van de Walzenmolens in Zeeuws-Vlaanderen, Sas van Gent. Hij heeft aandelen van talrijke spoorwegmaatschappijen die actief zijn her en der in Europa. Maar dat zijn allemaal Belgische bedrijven. Dus
Hij participeert volop aan die veelsoortige activiteiten van de Belgische industriële elite. En hij heeft onder meer ook aandelen van de Société Anonyme pour le Commerce du Haut Congo. Hij heeft nogal wat belangen in de gebieden van Leopold II. En de familie Bartzoon is relatief goed bekend bij Leopold II. Dat blijkt uit allerlei getuigenissen. Maar er waren dus ook financiële economische banden. De Bartzoons hebben aandelen in bedrijven die instaan voor de exploitatie van die Congo-vrijstaat. Dat is ongeveer 60% van het bezit. Dan zijn er obligaties, schuldvorderingen en liquide middelen, ongeveer 30%. En dan vastgoed voor ongeveer 10%. Wat betekent dat nu concreet? Die 4.300.000 Belgische franken van dat moment. Minimaal, want ik heb alle aandelen gerekend aan de nominale waarde, dus de uitgiftewaarde. Terwijl ik heb kunnen zien dat wanneer aandelen worden verkocht, op dat moment ongeveer, is dat heel vaak het dubbele, het drievoud van de nominale waarde. Dus wat ik hier heb opgelijst, dat is de absolute minimumwaarde van hun hele bezittingen. En dat komt, die minimumwaarde komt ongeveer overeen met 6.500 jaarlonen van een wever in de Gentse textielnijverheid. En de wevers waren niet de slechtst verdienenden in de industrie. Maar ik herhaal het is minimaal. Een klein deel, 10%, bestaat uit vastgoed, maar het is een heel belangrijk deel, omdat het natuurlijk de sociale ambities van die familie zichtbaar maakt. Het duidt op de status, op de welstand. En het maakt van de familie Bartzoon en ook van de familie Buyssen een heel herkenbare familie in de stad. Laat ons dat eventjes van naderbij bekijken. We kennen allemaal in de hedendaagse versie dit stukje Gent. Het is de coupure links. Hier hebben we de Bartzoenkaai, dan zitten we daar. Hier hebben we de Hospitaalstraat en daarachter is de Apothekersstraat. Dat is een heel perceel dat vrijkomt wanneer in 1860 de octrooibelasting in Gent wordt afgeschaft. Daardoor wordt de keizerlijke entrepôt overbodig. Men gaat de keizerlijke entrepôt die heel dat perceel innam afbreken. Men gaat dat stuk Gent verkavelen en verkopen in 1865. De Morels en de Bartzoons gaan meteen toeslaan. Hier zien we, en we zien het ook beter hier, en we zien hier wat het vandaag is geworden. Hier zien we het fraaie stadspaleis van de Morels. Dat is de ouderlijke woning van Wilhelmine Morel, de grootouderlijke woning van Albert Bartzoon. Het is een heel groot huis gebouwd begin van de jaren 1870. Dit huis is ook eigendom van dezelfde familie. Dat is ook iets dat ze hebben laten bouwen. En dan heb je dit huis. Dat is de ouderlijke woning van Albert Bartzoon, vandaag in handen van de familie Stormen. Dat is een heel fraaie neoclassicistische woning, gebouwd in 1883 door de Brusselse architect Henri Bayard. De minder jongen onder ons kennen Bayard misschien nog van het briefje van 100 Belgische frank. Dat is een vooraanstaande architect. Dus ze gaan niet eventjes in Gent kijken wie beschikbaar is. Nee, ze gaan een grote meneer inschakelen om hun woning vorm te geven. We zien ze hier in de toestand zoals zich vandaag bevindt. Naast de woning blijft een perceel vrij. Dat zal worden bebouwd in 1889. Men gaat hier een wat atypisch gebouw neerplanten. Dat wordt het atelier van Albert Bartzoon. Dat zien we. Pardon. Ik ga er straks op terugkomen. Het atelier van Albert Bartzoon. Hij krijgt een atelier aangeboden door zijn ouders, omdat hij in 1888 de gouden medaille weggekaapt in Antwerpen. En dan is het echt wel echt. Hè? We kunnen ons voorstellen dat wanneer hij op 10, 12-jarige leeftijd, er is zo'n foto van de jonge Bartzoon, hij is 10, 12 jaar aan het schilderen voor zijn schildersezel. Het moet dus echt wel iets als een roeping geweest zijn. Op 10, 12-jarige leeftijd is hij al met kunst bezig.
Dat zal misschien de ouders niet meteen heel gelukkig hebben gestemd, want als enige zoon uit het gezin Bartsoen-Morel had men misschien wel een andere industriële toekomst voor de jonge Albert voor ogen. Maar ze gaan hem toch laten doen. En men gaat dan de belangen van de familie Bartsoen in het bedrijf veiligstellen door een zuster van Albert te laten huwen met een zoon van de associé, Georges Buysse. Zo zijn de belangen van beide families gegarandeerd. Maar wanneer dus Bartsoen in 1888 de gouden medaille wegkaapt, zeggen ze dan altijd, oké, het is nu tijd voor een eigen atelier. En dat is dan dit geworden. Zodat dat deze en deze woning, dat is eigendom, laten we zeggen, van de Bartsoens Morels. Dat is een heel zichtbare plaats in de stad Gent. Hè. Dus je hebt de coupure die een promenade wordt op het einde van de 19e eeuw. Men gaat de verloren kostbrug heraanleggen. Dat wordt een heel fraai nieuw stadsgedeelte. Het paalt aan de coupure, het paalt aan de leien. Dus er komt daar zowel met paard en kar, te voet als per boot, komt daar heel erg veel volk langs. Dat is heel zichtbaar. Daarnaast hebben ze ook een heel fraai buitenverblijf in Wondelgem, waar de familie 20 hectare landbouwgrond en bouwpercelen bezit. Dat is dit klein kasteeltje, gezien vanaf de achterzijde. Het heet Terlinden. En het is de plaats waar de familie heel erg vaak gaat vertoeven en waar Bartsoen later heel wat gasten zal ontvangen. Dat gaat een rol spelen in zijn identiteit als kunstenaar. Het is natuurlijk heel erg prettig als je museumdirecteurs en collega's, kunstenaars van een beetje van overal kunt ontvangen op uw landgoed en daar laten logeren. We zien hier bijvoorbeeld de Noordse schilder Frits Staulhoff, in zijn tijd toch wel een klinkende naam, zijn echtgenoot Ingeborg Gat. Hier zien we Georges Buysse, de schoonbroer van Albert Bartsoen, die het bedrijf gaat leiden, maar die zelf ook een zeer verdienstelijk schilder zal worden. Hier zien we Albert Bartsoen, hier zien we Charlotte Dufault, de echtgenote van Emile Claus. Waarschijnlijk, dat is de veronderstelling die Johan heeft gemaakt, zeer terecht. Waarschijnlijk is het Emile Claus die de foto neemt. En hier zien we de eerste echtgenote van Albert Bartsoen, Berthe Delstange. Ik zeg eerste echtgenote, dus na de eerste komt er een tweede. Dat huwelijk gaat niet goed eindigen. We kunnen daar straks nog wel dieper op ingaan. Dat gaat zelfs uitmonden in een opzienbarende echtscheiding, waar uiteraard een proces mee zal gemoeid zijn in 1901. En dat gaat dus over de tongen in Gent natuurlijk. En dat zal Sigrid Buysse, die een aangetrouwde verwant is van Albert Bartsoen, heel die scheidingsperikelen zal Cyril Buysse inspireren tot de roman Daarna, wordt gepubliceerd in 1903, dus heel erg kort na de feiten. Je kunt je wel voorstellen dat ongeveer heel Gent de personages, want het is een sleutelroman uiteraard, hè, maar het is evident dat heel Gent, de volledige beaumonde van Gent op dat moment, perfect kan identificeren wie staat voor wie in die roman. En zonder enige twijfel zal Albert Bartsoen dat ook wel kunnen hebben doen. Dus het gaat in grote mate over hem. En dat speelt zich voor een flink stuk af in dat landgoed Terlinden in Wondelgem. De zus van Albert Bartsoen, Marthe, zal van de ouders een heel fraaie arts and crafts woning aangeboden krijgen in Wondelgem, op een van de terreinen die ze daar in bezit hebben. Paul Encart is natuurlijk een van de vooraanstaande Art Nouveau-architecten van België. En het is niet alleen maar de woning zelf, maar het interieur wordt ontworpen door de Luikse ontwerper Gustave Serrurier-Bouvy. Dus dat is als het ware een gezamt kunstwerk. Dat is een heel fraaie woning. Je ziet hier ten andere de glaspartij van het atelier van Georges Buysse. Het is vanuit dat atelier dat hij zijn vele kanaalgezichten, want het is net aan de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen gelegen. Vanuit dat atelier gaat hij zijn vele kanaalgezichten schilderen. Maar ja, de burgerij
behoort toch wel iets te hebben aan zee. En dan zeker in het koninklijke Oostende. Al in de jaren 1870 gaan ze in de Van Isegemlaan in Oostende een vakantiewoning bouwen. Niet zo vreselijk groot, maar wanneer in de jaren 1880 zich de opportuniteit voordoet om op de dijk een heel fraaie villa te kopen, dan gaan ze natuurlijk niet aarzelen en dat gaan ze kopen. Dat is deze woning hier, La Villa des Hirondelles. Voor wie de dijk van Oostende, zoals die er vandaag aan toe is, een beetje kent. Dit is Bartsoen, hier heb je een straat en dan heb je hier de Villa Maritza, die men heeft gerestaureerd. Dus het is in die onmiddellijke omgeving. En je ziet hier Bartsoen flaneren op de dijk van Oostende. En dat is van belang. Dat is van heel erg groot belang, zijn aanwezigheid in Oostende, vanuit kunsthistorisch oogpunt. Hij is bijna een buur, want de Ensors wonen ook in de Van Isegemlaan. In de jaren 70 is hij bijna een buur van James Ensor, die hij goed leert kennen. Ik heb het genoegen gehad van te kunnen gaan werken. Via ben ik daar dan terechtgekomen bij de achterkleindochters van Albert Bartsoen. Heel vriendelijke mensen die voluit hebben meegewerkt aan deze tentoonstelling. En die hebben heel scrupuleus in schoendozen, in pakken bruin papier, in immense mappen, hebben die heel veel documenten en een grafisch archief van Albert Bartsoen bewaard. Ook de medaille van Antwerpen 1888 heb ik gevonden in een verfrommelde enveloppe. Het was bijna de grot van Ali Baba. En telkens wanneer ik daar kwam, zeiden ze, ja, nu denken we wel dat het alles is, dat er niets meer is. Maar als je dan de volgende keer kwam om nog iets na te kijken, zegt ze, ah, mais on a encore trouvé ceci. Dan kwamen ze weer met allerlei dingen. En twee weken nadien was dat weer hetzelfde. Ik heb het zelfs meegemaakt dat we op de rugweg waren. Ze wonen ergens in Wallonië. En dat ik zei, ja, het is toch spijtig dat we geen foto kunnen vinden van zijn woonboot, de Fafner, waar ik straks een foto van ga tonen. Wel, toen ik op terugreis was richting Gent, kreeg ik plots telefoon. Mais on a trouvé une photo du Fafner. Venez voir. Ik zeg, ja, maar het zal dan voor de volgende keer zijn. En zo was het altijd wel iets. Op een bepaald moment komen ze naar voren met een hele doos glasnegatieven. Opnames van Bartsoen in Parijs. Ik zou er uren kunnen over vertellen. Het was echt een ontdekkingstocht. Maar daar heb ik dus ook drie etsen gevonden van James Ensor. Hier zien we Christus bedaart de storm, 1886. Het is wat opgegeten door het volgende. Ensor bedaart de storm, maar ook nog twee andere etsen van Ensor. In 1887 en 1888 opgedragen aan mon ami Bartsoen. Wat doet vermoeden, 87, dat ze elkaar inderdaad toen al een tijdje kenden. Van Johan heb ik geleerd dat Ensor niet bekend stond als een vrijgevig iemand. Johan, ik druk mij genuanceerd uit. Maar het is dan toch wel opmerkelijk dat we in die bezittingen Bartsoen drie mooie etsen vinden van Ensor opgedragen aan Bartsoen. En dat is wat we hebben gevonden. Waarschijnlijk was er nog wel wat meer. Want dat ze elkaar heel goed hebben gekend, is uitermate duidelijk. En dat heeft ook wel zijn gevolgen gehad voor de kunst van Bartsoen. Bartsoen heeft veel geleerd van Ensor. Technisch. Hè? Je ziet hier een heel wilde marine golfbreker door Bartsoen, circa 1891. Ja, dat is de golfbreker van Ensor, 1878. Als je de vroege marines van Ensor bekijkt, dan zie je ja, onweerstaanbaar de gelijkenissen tussen de twee oeuvres. Hè. En op tal van technische aspecten is de invloed van Ensor op het werk van Bartsoen heel goed te zien. Wat een beetje gaat leiden tot een heel paradoxale situatie, dat op het moment dat Bartsoen echt wel een grote meneer wordt in de kunstwereld, Ensor nog geen erkenning heeft. Het zal wat langer duren voordat Ensor ook volop wordt erkend en wordt gekocht. Het gaat zelfs zo ver dat... U kent allemaal dat werk, de oestereetster van Ensor, dat hangt in Antwerpen. Ja, Ensor krijgt dat aan de straatstenen niet verkocht. Hè.
En op een bepaald moment is er dan sprake dat het museum van Luik dat zou kopen, begin 20e eeuw. En dan gaat Bart Soen zijn vriend Ensor ter hulp snellen en hij gaat mee de aankoop door Luik van die oestereetster bepleiten. Hij gaat zijn vriend proberen te steunen. Enfin, Luik heeft het slechte idee van dat niet te kopen. Ze zeggen, ja, het is toch niet naar onze smaak. Maar dus, Bart Soen had in binnen- en buitenland heel veel succes, al op heel jonge leeftijd, al vanaf 1888. En op dat succes moet Ensor toch nog wel eventjes wachten. We zien hier een groot gezicht van, op Maria Kerke door Ensor. Ensor gaat dit ook in olieverf realiseren. Het hangt in het museum in Oostende. Maar kijk dan hier, Avond op het Duin, Marikerke aan Zee van Bart Soen. Dat zijn heel erg gelijklopende werken. En hun bekommernis was ook gelijklopend. Marikerke aan Zee was bedreigd. Het zou worden opgeslokt door de uitbreiding van Oostende. Er waren plannen om dat met de grond gelijk te maken. Wat Ensor helemaal niet zag zitten, wat Bart Soen helemaal niet zag zitten. En dan hebben ze met hun kunst de verdediging opgenomen van Marikerke aan Zee. En met succes, het is dan overeind gebleven. Het is nu wel volledig ingekapseld door de stedelijke agglomeratie. Maar als blijk van de triomf heeft Ensor zich hier laten begraven. En men noemt dat kerkje vandaag ook het Ensorkerkje. Oostende is ook belangrijk als hub naar Londen. Er zijn drie snelle verbindingen per dag met pakketboot vanuit Oostende naar Dover. Ik heb eens berekend, Bart Soen heeft ongeveer 7 uur nodig om in Londen te geraken. Hij slaat de voordeur van zijn Villa de Girondelle dicht en 7 uur later staat hij op Trafalgar Square. Dat gaat dus heel vlot en hij gaat ook heel erg frequent naar Londen. De eerste bewijzen daarvan hebben we in 1890, wanneer hij 2-3 maanden gaat werken in Londen, waar hij gaat de bruggen schilderen over de Thames en de frenetieke activiteit aan de haven. Hij heeft heel duidelijk Turner gezien en natuurlijk James McNeill Whistler, die hij ook persoonlijk gaat leren kennen en tot wiens kunstvereniging. Hij gaat toetreden, hij gaat daar exposeren. Dus Bart Soen gaat met zeer grote regelmaat naar Londen. En nu keer ik eventjes terug naar die genealogie. Zijn grootouders aan moederskant. Dus de ouders van zijn moeder Wilhelmine Morel. Die zijn gehuwd in Manchester. Dat is heel vreemd. Dus Fanny Lavino, ik ga er eventjes terug bij. Hier, Fanny Lavino, dat is een Nederlandse. Ik ga straks nog iets zeggen over het orangisme, waar collega Gitta de Nekker hier aanwezig alles van weet. Maar dat het een orangistische familie is, heeft waarschijnlijk wel te maken met het feit, met industriële aspecten natuurlijk, en de grote voordelen die de katoennijverheid in Gent had dankzij de openstelling van de Nederlandse kolonies, uiteraard ook dankzij de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen. Dus de industriële elite van de stad was heel erg geporteerd voor koning Willem. En er zijn dan duidelijk ook persoonlijke banden. Fanny Lavino is geboren in Rotterdam en zij trouwt met Eugène Morel in Manchester. Wat natuurlijk aangeeft dat dat een familie is die toch wel georiënteerd is naar het buitenland, naar Nederland. En we gaan daar straks nog een aantal aanwijzingen van zien, maar ook naar Londen. Dus die liefde van Bart Soen voor Londen dateert waarschijnlijk niet van 1890, maar dat zal passen in een vrij lange familiale traditie. Het is ook opvallend dat het Engels aanwezig is in dat gezin. Die spreken uiteraard Frans, hè. Dat is een Franstalige bourgeois-familie. Maar ik heb brieven gezien aan Wilhelmine Morel in het Engels, wat toch moet duiden dat ze Engels leest, op zijn minst. In de briefwisseling van Albert Bart Soen zie je heel regelmatig allerlei Engelse woordjes opduiken. Hij stuurt een kaartje naar zijn brief en hij ondertekent dat. Kiss, paps.
En zo zit zijn briefwisseling vol met toespelingen naar het Engels. Dus er is daar al een vrij oude link met Engeland. Ik ga terug naar Oostende. Dus dat is iets belangrijk. Die villa op de dijk van Oostende, dat laat hem allerlei dingen toe. Hij gaat ook behoren tot de zomerelite van Oostende, natuurlijk. Hij gaat daar deelnemen aan sportwedstrijden, de jonge Bertsoen. Hij gaat met Ensor in de jaren 90 allerlei salons opzetten in Oostende. Hij is echt wel iemand die voor een stuk in Oostende gevestigd is. Zoals natuurlijk vele katoenfabrikanten, textielindustriëlen uit Gent en uit andere steden. Hè. De heel rijke families hadden uiteraard, dat hoorde zo te zijn, aangezien het de koninklijke verblijfplaats was, de vooraanstaande families hadden allemaal hun verblijfplaats op de dijk van Oostende. Ik kom dan terug tot het eerste atelier Bertsoen. Ik heb er al even over gesproken. Een vrij industrieel gebouw. Op dat moment, 1889, nog vrij zijnde bouwkavel op de hoek van de toenmalige Bijloken Kaai en de Coupure. Dus daar wordt dat atelier gebouwd nadat Bertsoen met dit heel erg fraaie werk dat u kan bewonderen in de tentoonstelling. Nadat Bertsoen met dit heel fraaie werk de gouden medaille in Antwerpen had weggekaapt. We zien hier de verloren kostbrug in aanbouw. Dat zitten we in 1900 en hier een paar jaar later, hier op de hoek, wanneer de verloren kostbrug is gerealiseerd en hier dan het atelier. Dat atelier gaat 15, 16 jaar mee. Dan zegt Bertsoen, goh, het is toch niet helemaal naar mijn smaak. Ik zou wel iets anders willen. En hij laat het afbreken. En hij gaat een tijd lang verblijven in Luik bij zijn tweede schoonfamilie. Want die familie is gevestigd in Luik. En tijdens hun afwezigheid uit Gent laten zij opnieuw door een heel bekend architect, op dat moment al heel bekend architect, Georges Aubé. Ook een Art Nouveau-architect, maar die heel snel gaat overgaan naar een heel zakelijke stijl. Dat is een woning gebouwd in 1907, 1908. Maar we zouden mensen die dat kennen, die daar gespecialiseerd in zijn, hebben vastgesteld dat dat eigenlijk een woning is die je verwacht in het Interbellum. Zo zakelijk, zo modern is ze voor haar tijd. Het is de modernste woning van Gent op het moment dat de Duitsers in 14 binnenvallen, Gent gaan bezetten. En het wordt, de woning wordt, want die kleine kereltjes hier, die ziet dat zijn Duitse soldaten. De woning wordt in 1914 meteen opgeëist als verblijfplaats voor von Wick, de commandant van de Duitse troepen in Gent, de hele Eerste Wereldoorlog door. En het is uit dat atelier dat hij natuurlijk een scène gaat schilderen die eigenlijk een paar tientallen keren gaat voorkomen in zijn oeuvre. Of het nu getiteld is De Doo in Gent of Gent in Maart, een studie voor het grotere werk, of dan Uit mijn venster. Het is altijd hetzelfde zicht, maar wat opvallend is, dit en dit, en dat heeft u meteen gemerkt, dat is geschilderd uit het eerste atelier. Ja. En dit is heel duidelijk het tweede atelier, want Bertsoen, uit ervaring, wist hij dat hij wat te laag zat met zijn atelier en heeft in de nieuwe woning het atelier 1,5 meter, 2 meter hoger gesitueerd, zodat hij een beter zicht had op de Gentse binnenstad. Dat atelier is, dat is de place to be. Hè. Dat is, we hebben het daarnet gezien, je kunt er niet naast kijken. Hè. Het atelier Bertsoen, dat is een van de herkenbare plaatsen in de stad. Iedereen weet dat het atelier is van de schilder. En hij gaat gewillig poseren voor journalisten. Hè. Dat is hier in zijn atelier in 1896, verschijnt in een krant. Als er dan fotografen op bezoek komen, dan doet hij natuurlijk zijn beste pak aan en dan gaat hij eventjes pro forma aan het werk. Hier zitten we in 1905, dus nog net in het oude atelier is dat. Hij laat ook kaartjes drukken, aan de hand waarvan hij allerlei gasten gaat inviteren. Hier een uitnodiging voor
Van der Hagen, de universiteitsbibliothecaris, om het atelier te bezoeken op een welbepaalde dag, zaterdag 28 juni. Dus dat atelier, dat is niet alleen een plaats om te werken, dat vastgoed is niet alleen een plaats om te werken, maar dat draagt bij tot zijn identiteit als kunstenaar. Hij heeft ook een pied à terre in Parijs. Hè. Dus hij beperkt zich niet tot het vastgoed in België, dat belangrijk is voor de sociale status, voor zijn identiteit, voor zijn visibiliteit, voor zijn sociabiliteit ook, want hij ontvangt daar ook bijvoorbeeld de directeur van Le Musée de Luxembourg, Léonce Bénédit. Hè. Die is te gast in zijn atelier, dus dat is echt wel een carrefour, hè. Een ontmoetingsplaats voor allerlei mensen uit de kunstwereld. Hij heeft dat ook in Parijs. Hè. In Parijs gaat hij ook een vaste verblijfplaats huren, een groot appartement, uiteraard met een atelier. En in 1897 gaat hij een woonboot laten maken, de Fafner. In Parijs zit hij natuurlijk in het centrum van de eigentijdse cultuur. Er is geen betere plaats in de Belle Époque om te vertoeven dan in Parijs. Maar hij schrijft in zijn brieven: goh, ja, ik zit hier nu wel goed, maar ik heb toch wel nood aan lucht. Ik zou toch wel even terug de vrije wereld willen zien en inademen. En dus laat hij maar een woonboot maken in 1897 door een goede bekende van hem, Jules Boulevin, maritiem ingenieur van de Gentse Universiteit, vooraanstaand liberaal ook in Gent. Dus op die manier kan hij in Zeeland in alle comfort gaan werken. Dus die welstand, die centen, dat geld, dat kapitaal dat hij heeft, dat creëert echt wel op allerlei manieren een prima arbeidscontext. Maar de welstand, en dat wil ik toch wel eens onderstrepen, zorgt ook voor een zeer uitdrukkelijke artistieke onafhankelijkheid. Dus dankzij het geld, het kapitaal, kan hij worden wie hij wil worden en kan hij doen wat hij wil doen. En dat wordt opgemerkt uiteraard door de kunstcritici. Lagie schrijft in 1896: N'ayant point à se préoccuper des atroces concessions de la lutte pour la vente, Bartzoon moet niet verkopen, hè? Il fait l'art qu'il sent, qu'il veut, qui se révèle en lui. Frans, 1899. Pour ce qui est du métier de M. Bartzoun, on constate avec plaisir qu'il n'appartient à aucune école et ne s'est laissé enrégimenter sous aucun drapeau. M. Bartzoun est avant tout un indépendant. En dat is wel belangrijk. Hè? Hij hoeft niet te schilderen voor de markt. Hij wordt uiteraard wel gekocht, maar het is op zijn voorwaarden. Hij hoeft niet te schilderen naar de smaak van de burgerij. Zij kopen hem, maar het is datgene wat hij wil maken. En hij wil produceren als kunst wat ze kopen. Kijk hier, 1896, hij gaat een banale straat. We kunnen daar een hele interpretatie aan koppelen. De verdwijnende stad, de transformerende, de zich aan een eiltempo transformerende wereld op het einde van de 19e eeuw. En dan gaat hij in kleinere stadjes of in stadsdelen in Gent die oude bestaande wereld nog opzoeken. En hij gaat die schilderen vanuit een heel eigen perspectief. En hij gaat voorstellingen kiezen waar hij de esthetiek in ziet. Die misschien niet meteen zullen appelleren aan de smaak van eenieder. Maar hij ziet in die banale straat, in die greppel, een heel schilderenswaardig voorwerp. Collega Stefan Huygebaert heeft het daar vorige week uitgebreid over gehad. En hij doet het ook vanuit een heel eigenzinnig perspectief. Iemand die dat schilderij voor de eerste keer zag, heeft mij gezegd: ja, het is toch wel veel straat. Hè? Maar dat is, zo ziet hij het. En dat wil hij schilderen. Hier, dat is, ik denk dat het hier gaat over een van de Brugse rijen, geen stadsgezicht in Gent. Ja, wat schildert hij hier? Hij schildert niet alleen façades. En op een heel
moderne manier. Hè. Men zou daar al sporen van het cubisme kunnen inzien, zoals hij die huisjes vormgeeft. Maar hij schildert vooral modder. Ja, dat zijn arbeiderswoningetjes met een groot verval naar beneden toe. Hè. Dat schuift, al dat vuilnis, dat schuift in de waterloop in Brugge. En dat zorgt voor een onwelriekende, modderige massa. Maar hij ziet daar de esthetiek van in, omdat dat behoort tot die oude, gepatineerde stad. Dat maakt onlosmakelijk deel uit van de stad die hij wil schilderen. Want ze is aan het verdwijnen. Ze is aan een heel snel tempo aan het moderniseren. En hij heeft daar toch wel een heel erg dubbel gevoel bij. Hij wil als het ware een glazen stolp zetten over die oude steden en hij wil dat bewaren. Maar dat lukt natuurlijk niet, want aan een eindtempo wordt alles anders. Ik heb gesproken over economisch kapitaal, zoals de historische sociologen dat zo fraai kunnen verwoorden. En ze hebben het ook over sociaal kapitaal, relaties onder industriëlen, onder liberalen, vrijmetselaars. Dat is de wereld van Barthoum. Onder industriëlen. Hij is een heel goede bekende van natuurlijk de hele liberale industriële wereld in Gent. Hij is iemand met een klinkende familienaam. Barthoum, dat is een naam als een klok in Gent. Maar hij gaat op een dagelijkse wijze om met de Voortmans, de Pipijns, de Stories, de Karelsen, de Mechelings. Dat zijn de mensen met wie ze op dagelijkse basis omgaan. Wat is de betekenis hiervan voor Albert Barthoum? Wel, zij kopen natuurlijk werken aan. En hij vindt vooral bij de dames in die milieus vindt hij nogal wat gelijkgezinden, artistiek geëngageerden, zoals bijvoorbeeld Clara Voortman van het textielbedrijf Voortman aan de Vogelenzang, dat is aan het Sint-Lucas ziekenhuis. Ja. En hij gaat dat zelfs weer op zijn heel eigen manier in beeld brengen. Dat is de Villa Voortman op de Vogelenzang. Ze bestaat vandaag de dag nog altijd, is volledig gerestaureerd. En het parkje bestaat ook nog, is opengesteld voor het publiek. Ah, dus daar gaat hij een heel fraaie pastel maken. Hij gaat op een heel eigenzinnige manier weer dat gebouw afsnijden. Hè. Dat is heel typisch in de werken van Barthoum, heel eigenzinnige kadrages. Dus dat is zijn wereld. Hij kent ze, ze kopen zijn werken. We zien dat in allerlei veilingcatalogie of in catalogie van tentoonstellingen. Want Barthoum stelt heel erg frequent tentoon. Ik heb meer dan 250 tentoonstellingen opgelijst met alle tentoongestelde werken. Dat is echt wel een hele hoop. En heel vaak worden er werken tentoongesteld die al in bezit zijn van collectioneurs. En daar wordt er dus naakjes bijgezet. Collectie Pipijn, collectie Voortman, collectie Scriven enzovoort. Dus op die manier zie je dat die families, op het moment dat die werken worden gemaakt, die werken ook gaan kopen. Maar Barthoum zelf... Ja, het enige wat hij te maken heeft met het bedrijfsleven, dat is die jaarlijkse dividendenuitkering. Ja? Of hij stuurt zijn medewerkers om linnen voor zijn schilderijen. Dus dat is zijn band met het bedrijf. Voor het overige heeft hij niets te maken met Barthoum Buyssen. Hij behoort tot die wereld, maar hij is zelf industrieel niet actief. Zijn vader heeft eens geschreven dat men toch een keer geprobeerd heeft van hem iets te laten doen in het bedrijf. Aangezien hij toch zo goed kon tekenen en schilderen, heeft men hem ontwerpen laten maken om katoen te bedrukken. Want het was een bedrijf waar niet alleen aan katoenspinnerij, katoenweverij gedaan werd, maar ook het kleuren van katoen en het bedrukken van katoen. En Barthoum heeft zo wat ontwerpjes mogen maken voor katoendruk. Maar dat bleek niet helemaal mee te vallen. En dan heeft zijn vader maar wijselijk besloten dat zijn jonge zoon zijn weg kon maken in de kunstwereld en beter ver weg bleef van de industrie. Liberalen dan, onder liberalen. Barthoum, de familie Barthoum, is te situeren in die cirkels van orangisten.
En dan zitten we in de jaren 1820, 1830. Dat zijn om de redenen, evidente redenen die we kennen, hè, de industriële voordelen die uit het samengaan met Nederland onder koning Willem zijn voortgekomen, die hebben daar allerlei voordelen bij. En dat maakt natuurlijk ook dat ze behoren tot die relatief grote groep van mensen die in Gent orangistisch gezind zijn. Zoals de Voortmans dat zijn, de Scriebes dat zijn, McLang dat zijn, de Bast, Nijt. Dat zijn families die in allerlei lijsten wel eens opduiken van ondertekenaars van petities of mensen die op de lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen en bij die orangistische groep van gemeenteraadsleden zitten. Het is tot dat milieu dat de grootvader van Albert Bartsoen behoort. En dat gaat dan later aanleiding geven tot het ontstaan van de Liberale Partij. Je ziet een heel mooie continuïteit tussen het orangisme en het vroege liberalisme. En van Pierre Bartsoen schrijft men in La Flandre Libérale qu'il était un libéral convaincu, très dévoué à notre parti. Wanneer hij in 81 komt te overlijden, heeft hij recht op een in memoriam in La Flandre Libérale. Dus dat is een... Ik zou bijna zeggen dat Albert Bartsoen een stamboomliberaal is. En ook wortelt in die orangistische traditie. Kijk naar de voornaam van zijn moeder, Wilhelmine. Ongeveer elke Nederlandse prinses uit het verleden, heden en toekomst draagt in haar vaak heel lange voornamenlijst zeker de voornaam Wilhelmine. En ik herhaal ook, de moeder van Wilhelmine Morel is een Nederlands. Dus je ziet op allerlei manieren toch wel die band met Nederland. Ten andere, in 1911 krijgt Albert Bartsoen een lintje. Hij wordt commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Nu heb ik wel een aantal dingen opgelijst waaruit blijkt dat hij erg begaan is met Nederland, daar heel veel contacten heeft. Maar natuurlijk, om een lintje te krijgen, moet er toch nog wel iets meer geweest zijn, want dat krijg je niet zomaar. Dus ik denk dat we nog niet alle details kennen van die band tussen de Bartsoens en Nederland. Vader Alfred Bartsoen staat op de kamerlijst, liberale kamerlijst in 90 en 1900. Het is niet evident om hem te situeren. Je hebt in de liberalen, dat is een huis met vele kamers, ook in de 19e eeuw. En je hebt daar de doctrinairen, dat zijn de toch wel heel erg conservatieve liberalen die niet willen weten van sociale vooruitgang, niet willen weten van uitbreiding van het kiesrecht, niet willen weten van uitbreiding van de onderwijsinfrastructuur enzovoort. Dus de heel conservatieve, dan heb je een soort van middenpartij. En dan heb je in de jaren 1850, 1860, en dat begint dan natuurlijk te botsen, de radicalen of de progressieve liberalen, waarvan er een aantal zullen overgaan in de jaren 1880, 1890 naar de Belgische Werkliedenpartij en op de lijsten van Anselen zullen gaan staan. Ik kan niet helemaal situeren waar hij thuis hoort, maar ik vermoed dat we hem echt niet mogen situeren. En dat wordt heel vaak gezegd, maar ik denk dat dat niet genuanceerd genoeg is. Ik denk niet dat we hem mogen situeren bij die doctrinaire liberalen, die ten andere ook wel aanschurkten bij de katholieken op religieus vlak. Bij die doctrinaire liberalen zaten nog wel wat katholieken, terwijl de Bartsoens natuurlijk uitdrukkelijk vrijzinnig waren. En ik zie hem ook opduiken in een aantal verenigingen die toch wel aangeven dat hij enige sociale bekommernissen had, die Alfred Bartsoen. Maar ik ga daar straks op verder straks op terugkomen. De associé van Bartsoen, August Buysse, is een gemeenteraadslid. Ik denk ook bij die gematigden, niet bij die doctrinairen in de Liberale Partij. Zijn de schoonvader van Alfred Eugène is gemeenteraadslid. Zijn schoonbroer is provincieraadslid voor de Liberalen. Dus dat is de liberale wereld van Gent en daarbuiten. Want het is duidelijk dat er partijcontacten zijn over heel België. Partijcontacten die ook gepaard gaan met contacten die parallel lopen met de contacten via de vrijmetselarij. Ik kom daar straks op terug. Wat betekent dan nu die liberale connecties voor Bartsoen? Wel, zonder enige twijfel, de relaties gaan helpen. Als hij in 1882 in Antwerpen ook en in Luik
kan exposeren. Hij is dan 16 jaar oud. Om dan op de Salon van Antwerpen te exposeren, ja, dan helpen connecties natuurlijk wel. Hè. En men kan vermoeden, en ook met een vrij grote mate van zekerheid, dat de connecties van de cirkels rond Bart Soen helpen om hem aan boord te krijgen op de Salon van Antwerpen. Luik, dat is zeer uitdrukkelijk een liberale connectie geweest, 1882. In die land gaat hij exposeren in 1883. Dat is ten andere een tentoonstelling die moet bijdragen tot het realiseren van een monument ter ere van Antoine Wiertz. En die uitdrukkelijk wordt gesteund door de regering Vrij Robin van Humbeek. Hè. Dus daar komt het allemaal samen natuurlijk, het liberalisme en de vrijmetselarij. Want een aantal loges uit het Franstalige landsgedeelte roepen op om naar die tentoonstelling te gaan, om daaraan te participeren enzovoort. Dus dat is duidelijk een link met de liberale partij en de vrijmetselarij. Uiteraard, de liberale burgerij gaat veel kopen. De Bast, Baudard, Nijt, dat zijn allemaal verzamelaars van Bart Soen. Of we hebben toch minstens een werk van Bart Soen in huis. En dan, het eerste huwelijk met Berthe de Stange, dat is een dame uit de Beusselse liberale milieus. Haar vader is ook een zakenpartner van Alfred Bart Soen. Het tweede huwelijk met Claire Nugent. Claire Nugent is de dochter van Xavier Nugent senior. Dat is een liberaal kamerlid uit Luik. En zij is de zuster van Xavier Nugent junior, de latere liberale burgemeester van Luik. Dus we zitten daar pal in die liberale wereld in het Luikse. Albert Bart Soen zelf dan? Niets. Albert Bart Soen is niet actief, we hebben het net gezegd, in de industriële wereld. Maar in de liberale partij vind ik hem nergens terug. En de collega's van het liberale archief die zich hebben ingespannen om daar sporen van te vinden, ook niet. Hij behoort tot die wereld, maar hij is er zelf uitdrukkelijk niet in actief. De vrijmetselarij dan. In de jaren 1860, 1870 zijn er eigenlijk twee loges in Gent. Dat is Le Septentrion. Op een bepaald moment was Le Septentrion zelfs de enige loge in Gent en meteen ook in de twee Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen, de enige loge in die provincies. En daaruit dan gaat in 1866 een tweede loge ontstaan, La Liberté. De progressisten in Le Septentrion, maar niet allemaal. De progressisten in de Septentrion gaan hun loge verlaten om de Liberté op te richten. De Liberté die gaat vergaderen lange tijd in de achtersikkel aan de kathedraal. Het gebouwtje bestaat nog altijd. Daar hebben zij tot rond 1900 hun loge om dan nadien te verhuizen naar de grote Huidevettershoek. Le Septentrion is natuurlijk de loge waar Hippolyte Mettepenningen een halve eeuw achtbaar meester zal zijn. En Hippolyte Mettepenningen kennen we natuurlijk als de grote voorvechter van het orangisme. Hè. En nadien de grote meneer van de liberale associatie in Gent. Hè. Hij gaat echt een heel lange tijd een uitdrukkelijke stempel drukken op die liberale partij in Gent. Mettepenningen is een doctrinair, is een rabiate conservatief. Vandaar dat men in de Septentrion rond 1865 uitdrukkelijke ruzie gaat maken en dat een zestigtal broeders van de Septentrion hun loge gaan verlaten om een nieuwe loge op te richten. Dan is er nog een derde loge, maar dat is een heel complex verhaal. Dat is het kapitel, dat is een beetje, om het in onderwijstermen te zeggen, een beetje de bovenbouw van de gewone loges. Dat is ook, die gaan arbeiden in een andere ritus. Opmerkelijk, Le Septentrion gaat tot in 1881 arbeiden onder de koepel van het Groot-Oosten van Nederland. Tot in 1881. Hè? Terwijl La Liberté zit natuurlijk in het Groot-Oosten van België. Dat is een beetje het maçonnieke landschap. Le Septentrion, La Liberté en dan het kapitel L'Union des Flandres, opgericht in 1875, wat veel discreter is.
Le Septentrion was heel actief, was een van de motoren van het Orangisme. La Liberté wordt een van de motoren van de Liberale Partij in de jaren 1870. En zij gaan een nationale rol van betekenis spelen in de vernieuwing, in de radicalisering van het partijprogramma van de Liberale Partij. En dat gaat dan leiden tot de grote overwinning van 1878. Met een regering die vooral natuurlijk, dat kennen we allemaal, op het vlak van onderwijs toch wel een aantal belangrijke stappen gaat zetten, wat dan gaat leiden tot de Eerste Schooloorlog. Dat is het landschap. Hier met de penningen, om maar te zeggen hoe dat die ook de publieke ruimte in Gent zal innemen. Hè. In 1881 overlijdt hij en zijn broeders uit België, maar ook Nederland en Frankrijk, gaan via een collectieve financiering, crowdfinanciering als het ware, met de penningen een standbeeld aanbieden net voor het Justitiepaleis in Gent. Waarlijk een man van brons, gaat Geoffrey Thijssens daarover schrijven. Maar laten we nu eens kijken naar de entourage van Albert. Zijn vader, Alfred, lid van Le Septentrion. Zijn schoonbroers, Henri Georges Morel, idem. Zijn schoonzoon Georges Buysse, idem. Gustave den Duits, grote leermeester van Albert Bartzoen, idem. Fernand Scribe, idem. Maeterlinck, de latere directeur van het Museum van Gent, idem. Jules Boulevin, de man die de boot voor Bartzoen gaat maken, de huisboot, en hoogleraar aan de Gentse Universiteit, idem. Cyril Buysse dan, wordt lid van de Liberté. Nestor Schaffers, de huisfotograaf, we gaan dat zo dadelijk zien, de huisfotograaf van de Bartzoens, die zit bij de Liberté. Dan de schoonvader van Albert Bartzoen, Henri Delstange, die zit bij Les Amis Philanthropes, denk ik, in Brussel. De tweede schoonvader en de schoonbroer van Albert Bartzoen, die zitten bij de loge La Parfaite Intelligence et l'Étoile Réunie in Luik. Dus ongeveer elke man in zijn onmiddellijke omgeving is lid van een loge. Bovendien, zijn vader die zal delen van bedrijfsgebouwen. Het bedrijf Bartzoen Buysse gaat in de jaren 1870 zich volledig ontwikkelen aan de Deldermondse Steeweg. Voordien waren er bedrijfsgebouwen langs de Houtlei. En dan zitten we in de buurt van Pekelaring, Zandpoortstraat, Recolettelei, die côté. Daar had Pierre Bartzoen en dus ook nadien Alfred Bartzoen, daar hadden ze hun bedrijf. Wel, Alfred Bartzoen gaat na het ontruimen van die gebouwen aan de Houtlei delen van dat gebouw ter beschikking stellen van de loge het kapitel L'Union des Flandres. Dat komt rechtstreeks uit het bedrijf Bartzoen. En er is tot op de dag van vandaag een vrijmetselaarsloge gevestigd. Dus dat is heel erg aanwezig, hè, de vrijmetselarij. Bovendien, ik heb het al gezegd, dat maakt contacten over heel België mogelijk. En dat zijn ook effectieve contacten die van betekenis zijn voor Bartzoen. Maar Albert Bartzoen zelf? Niets. Die is op geen enkele wijze verbonden met de vrijmetselarij. Die zit in geen enkele loge, heeft er niks mee te maken. We zullen straks zien waarom. En zo, ik heb eventjes een heel bescheiden, primitieve grafiek gemaakt. Je hebt industriëlen die liberaal zijn. En bij die liberale industriëlen heb je er ook die lid zijn van de vrijmetselarij. Je hebt vrijmetselaars die lid zijn, de meeste, van de Liberale Partij. En onder hen ook een aantal die lid zijn van de loges. Huh? Dus zo ziet dat landschap er in Gent uit. En de Bartzoens en de Buysses en de Morels, die zitten in die intersectie. Dat is hun leefwereld. Industriëlen, liberalen, vrijmetselaars. En zeer uitdrukkelijk. In het liberale verenigingsleven dan, want ook dat is een kwestie van netwerken en relaties. Vader Albert Bartzoen is lid van de chique cercle équestre, paardrijden. En natuurlijk, men kan zich wel indenken dat hij op zijn 20 hectare in Wondelgem en de verschillende landbouwbedrijven die hij bezat naast het kasteeltje in Wondelgem, dat daar wel ergens een écurie was, hè? Dat daar wel paarden altijd klaar stonden. Hij is
lid van de hoofdgilde van Sint-Antonius. Je hebt 4 hoofdgilden in Gent, nog altijd vandaag de dag. Sint-Sebastiaan, Sint-Joris, Sint-Antonius en Sint-Michiel. Waarbij in de 19e eeuw Sint-Antonius de meest uitgesproken liberale was. Dat is natuurlijk de elite van de stad. De toegang tot die genootschappen is zeer duur. Dat is alleen maar voor diegenen die dat kunnen betalen en die daar ook worden geaccepteerd. Alfred Bartsoen is niet alleen lid, maar wordt ook deken van de Sint-Antonius-gilde, waar men met geweren schiet. Hij is een jager uiteraard en de Sint-Antonius-gilde heeft als wapen de haakbus of het geweer. Hij is ook lid van en sponsor van La Concorde. Dat is een brede, liberale société d'agrément die tot op de dag van vandaag bestaat, met lokaal op de Kouter. Eerst orangistisch, nadien evolueert dat naar een zeer liberale vereniging waar vader Bartsoen een uitdrukkelijke rol speelt, waar hij ook optreedt als financier enzovoort. En dan, heel interessant, hij is ook lid van de Société Callier. Callier was de progressieve schepen van onderwijs in de stad Gent. De Calliers zijn